Kakurang B. Yeah. Waarom is hij al smoel? Gaat het halen? Persoon zit er nog in. Oké. 1 en 2. Voertuig stabiliseren. 3 veiligheidsman. 4 gewonden verzorgen. 3 en 4 met mij mee schouwen. Ja. Duidelijk? Ja. Manny, zou jij dat de weg afgezet hoor? Ja, de hele weg af. We zien dat het geen stage bevel. Rijbaan. Voorlopig even de hele weg. Als het veilig is, terug naar de rijbaan. Ja. Dat is even jouw keuze, ja? Ja. Lijkt het wel op, hè? Voorbij het ongeval? Nee, ervoor. Oké. Zet hem maar dicht. Juist. Gewoon helemaal dicht zetten. Oké, uitstappen! Ja. Veilige zijde! Ja, financieel veel. Misschien die grapsluiter in, ja. Ja. Kunnen we hier wat mee? Even kijken. Zo'n blok komt nog niet. Nee. Ja. Ja, dankjewel. Kun je een andere blok ook hebben? Oh, hier Tom. Kunnen we wel. Ja, hier denk ik even zo'n blok onder, denk ik niet. Ja, je kunt niet heel veel met die blok hier. Even kijken, zo'n wiegje erin. Ja, lekker man. Ja. Heel veel meer. Ja, dan moet je. Goedendag, hallo. Zit de accu onder deze stoel? Ja. Oké. Okay. Jongens, de accu zit onder deze stoel hier. Zit die. Hier, ja. Hier zitten de zekeringen. Onder dat zelfje dan? Ja.
Ja, hier heb ik de accu, jongens. Heb je sleutel 10 voor mij? Tom, sleutel. Deze? Deze? Ja. Nou, dan gaan we even uw accu'tje losmaken. Dan weten we zeker dat we geen kortsluiting meer krijgen. Dat zal nog wel niet meer. Nee. Bent u geschrokken? Ja. Ja. Heeft u ergens last van? Nou, hier een beetje. Van de gordel. Van de hand, ja. Ja. Heb ook iets beschadiging op uw hand, ziet u dat? Ja. Krasje. Het gezicht toch nog iets uit de toven? Ja, iets een krasje op de wang. Oh. Ja. Nou. Kijk, ik heb de accupol is los. Ja, een soort van dat die eigenlijk afgegaan is. Dat is niks. Nou. Uw accu is hier wel los. Ja, ja. Hij doet het niet. Nee. Maar aan deze kant vallen we die man. Even iets bij deze bij die man aan deze kant? Zit? Ja, nou, we kunnen hier heel veel mee. We hebben hier een blok onder gezet. Hij gaat ook nergens meer heen, denk ik. Denk ook niet. Als we überhaupt wat gaan doen, dan gaan we met stap vastwerken. Ja. Dat moet wel, want anders kan je niks doen. Ja. Ik zou er even rekening mee. Maar nog even eentje bij die man neerzetten hier aan deze kant. We kunnen hier over deze deur eens open. Ja, Arma staat aan de andere kant de slachtoffer. Ja, dat is ook goed. Ambu vragen hoe we hun het willen hebben en dan gaan we handelen. Ja. Ja, nog een bandje om de boom en de velg doen of zeggen. Ja, doe maar. Ja. Ik heb net aan Gerco gevraagd of hij even de tablet erbij pakt. Ja, of het kenteken doortrekken. Ja, kijk even met hem mee. Uitstomende vloeistoffen zijn er niet, denk ik. Ja, radiator, alles is erom. Maar... Benzineauto. Ja, duidelijk, dankjewel. Hey. Ik heb sleuteltje 10 terug in de kist gelegd. Ja, is goed. Ja? Ja, waar, waar, waar. De camera van meneer. Oh ja, ik kan ook zo doorheen, hè. Oh. Ja, gewoon doorheen, ja. Dat is makkelijk. Hier alvast? Ja. Stel dat we echt wat gaan doen, ik denk even verder. Stel dat een deur uit moet of een dak uit moet en we gaan echt knippen. Ben jij veiligheidsman? Dan wil ik een stap vast in die sloot hebben. Ja. Dat sowieso, dat die geen kant op gaat. En als we dat gaan doen, dan gaan we ook met z'n allen zo met de redgeest klaren. Ja. Meteen hier neerzetten, dump in het weiland en dan in één keer door. Ja. Ja. Even ook afwachten van Albert zelf oordeel. Meneer, zit u vast of niet? Zit u vast met de deze? Nee. Okay. U zakt alleen een beetje weg als u de gordel los doet, begrijp ik? Ja, dat ben ik bang, dat ik heb niet los gedaan. Nee. Hebben we geen pijn in de nek? Nee, geen pijn een in de beetje. Ja. Maar dat komt denk ik weer die klap van die... Waar die gordel zit. Ja. Oké, okay. Geen pijn in de buik? Nee. Nou, dan komt de ambulance en dan gaan ze even kijken of u er zo uit kan. Goed? Hey, welkom. Hoi, dank. Fijn dat jullie er zijn. Ja, en jullie ook. Hey, man in de auto, droogsloot. Geeft in eerste instantie aan dat hij nergens last van heeft. Nu heeft hij aan dat hij iets last van zijn gordel heeft. Oh ja. Hoe is hij daar gekomen dan? Gewoon. Ja. Hij is één auto bij betrokken. Eén auto, ja. Verder niks, dus eenzijdig ongeval. Als jij van mij even wil kijken of het goed met hem gaat en hoe je hem eruit wil hebben, hoor ik dat graag van je. Ja, dank je. Yes. Hoi. Hey. Hallo. Ja, ik vraag even. Tom, wil jij even helpen? Want ik heb te veel last van mijn knie, joh. Wat? Even met hem eruit tellen. Ja? Als je dan even die meneer tegenhoudt. Auto in een droogsloot, één persoon erin, ambulance te plaatsen. Ik vraag aan de ambu hoe ze hem eruit willen hebben, maar ik gok dat de man zo uit kan stappen, maar dat hoor ik over nu een paar minuten over. Ik neem even de taak van Harm over. Wat zei je? Harm.
gewonden verzorgen, maar ik neem even zijn taak over, want het is niet gevallen, het fiets. Ja, ik kom de bochten. Hij kan hier zo erin, Albert-Jan. De deur is open. Ja, die is open. Oh ja, ik wil zeggen, als ze dan even die meneer tegenaan het gordel los gaat, zo mag je ook doen voor mij. Maar, ja, moet ik de trainer gaan? Ik wil even met los doen. Dat hij iets tegenaan wordt. Ja, die, ja. Meneer, kom even bij je. Ja. We gaan het wel losmaken, dus dan... Ja, ik wil hier liever niet voortzetten. Nee. Nee. Hou je hem tegen? Ja. Dag meneer. Ik kan u deze voet even vast eruit doen? Is het gordel op? Nee, nog niet. Ik kan gewoon... Even kijken. Kijk uit, dat is niet in de. Ja, hij is los. Pak ik even de gordel, man. Heb je hem? Ja. Oké, dan mag u eruit komen, meneer. Lukt dat zo? Ja, dat weet ik toch niet. Ik jou een beetje ondersteunen. Ja, als je dat kan houden. Ja, ik pak je bij je riem, ja? Ja, voet zit nog vast. Voet zit nog vast, maar. Zo, wacht even, meneer, zo snel. 2, 2, 2. Ja, geen lekker jou. Ja, niet hoog. Ja, mooi. Nee, je wil. Dan ga ik je vinden. Ja, precies. Loopt u maar. Komt u maar, meneer. Zo voor het hoofd met de takken. Ja, iedereen nog een beetje takken? Ja. Koest met haar? Weet ik niet. Ik weet niet waar hij in leven is. Han, wil ik even naar haar kijken? Hè? Wil ik even naar haar kijken? Ja, dat is goed. Weghalen die. Ja, we gaan die weghalen, denk ik. Ja, ja, we moeten nog even deze blokken weghalen. Dus moet hij nog even werk hier inpakken? Nou, heel even wachten. Met die auto losmaken, maar de rest mag je opruimen. Hebben we. Die andere zit erin. Ik zie geen knap van. Ja. Ja, nee, die moet even andersom. Ja, kijk, die ja, dit gaat niet goed zo. Kijk, die moet zo. Mooi. Kijk, dat is speciaal. Ja. Even kijken hoor. En dan dat zit deze. Dat is ons lichtpunt. Ja. In donkere dagen. Ja. Goed zo. Dankjewel. Hey, de paal is wel goed. Ik tarrel. Het gaat te makkelijk. Ja, maar ik ben geen chauffeur, hè? Kijk, doe me niet zo stoer in je aan terug, weet je dat niet, hè? Oh, eerst deze, jongens. Ja, dat is een chauffeur in opleiding. Oh, dat is irritant, een chauffeur in opleiding. Kijk, dat dit ding doet wel, hè? Nee. Twee keer op een dag. Mooi. Wij gaan de stabilisatiemateriaal eruit halen, denk ik. Ja, willen ja, jullie verder nog onderzoek doen? Nee. Nee, ja? Nee. Gewoon eenzijdig, ja. Voor mij voor jullie ook duidelijk. Daar gaan we helemaal niks meer doen. Doen jullie de berging? Ja, regelen wij. Ja? Ja. Kan ik hem losmaken? Ja, dan gaat hij, bedoelt, gaat hij weer terug of niet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij blijft staan, want, maar dat is echt puur voor de zekerheid. Nee, hij maakt maar lekker los. Ja? Zo, dan komt de berg en die gaat hem eruit trekken. Ja, en dan, Kunnen wij die ratelband losmaken? Ik heb dat net overlegd. Hij mag los. Ja? Even wel zorgen als je hem losmaakt dat er niemand onder staat voor de zekerheid. Nee, maar aan die kant is niemand meer, dus wij gaan hem losmaken. Ja? Ja? We gaan hem losmaken, Jeroen. Niemand aan de andere kant? Nee, er zit niemand aan de andere kant. Zo. Ik ga er helemaal doorheen halen. Nee.
Zo. Nou, gelukkig hebben we het niet nodig, Jeroen. Ja, hè? Helemaal plat met je hoofd ligt, dan gaat het zo wat beter. Wil je helpen, Harm? Ik pak je benen vast, Harm, en jij mag gewoon liggen. Helemaal plat, jongen. Ben je er wel of niet? Wil je hem verder hebben, Albert-Jan? Ja, okay, sorry, Harm. Dan doe je even het linkerbeen omhoog, Harm. Linker omhoog? Ja, hou je even omhoog. Ah, jongens, jongens. Deze. Oh, andere links zijn linker. Nee, omhoog. Zo. Ja. Zo, wat vind jij hier? Kun je even nazetten anders? Ja, wacht maar even. Laat even het is zijn knieën. Jan, ja? Heb je nog iets nodig? Wat zei je? Heb je nog iets nodig? Nee. Zet hem zo in het busje even. Welk been is het? Ja, Alex nog vast, dat hoeft hij aan. Nee, die hand erin zit. Maar als hij benen van omhoog doet, hij wordt gewoon kaal onwel van de pijn. Ja. Daarom is hij misselijk. Daarom hij was bleek. Dus als hij nu even benen omhoog doet, dan krijg ik zo weer. Dan trek ik hem uit de auto, want dan moet hij een dingetje. Dan moet je ernaar zitten en dan in het busje zitten? Ja, dan moet ik even naar de... Dat sowieso. Waar moet jij in eerst op? Dan moet even goed licht hebben zo. Dan kunnen we even kijken, man. Ja, misschien is er wel lekker, man. Albert-Jan, jij hebt ook een knopje daar, hè? Nou, is nog niet mega. Het wordt geen OK. We moeten zo een bus afkijken. Dan trekken we even de broek even, want hij is net te strak om over te trekken. En dan rollen we deze even op. De punt. Hou je hem even rechts tegen? Ja, ik probeer hem even uit de slinger te halen. Hij is geen verder kist ingaat, hè? Nee. Anders op wel, hè? Die kan beginnen. Hallo, wil jij hier de stage lopen? Of ik? Goed zo, Tom. Hoe vind je hem zo? Ik zou hem even anders omhoog. Hij kan anders omhoog moeten, maar dat is goed. Hoe vind je hem met Gerrico? Netjes. Ja? Goed zo. Benny, ja. Ik heb hier de band. Ja. Mag die in die koffer daar? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Hij zit er weer in, Benny. Ja. Ik denk die boven niet moet uitdrukken, hè? Want eerst die hand al en dit. Nee, ik sta bij mijn vader. Dat teken aan de wand, hoor. Dat waren we allemaal. Gaan we ophouden. Dan weer op het hoefje gewoon, dat beter, denk ik. Harm, laat je nou niet gek, maar hij wil gewoon je plek in de auto hebben. Hij zat die dikke achter met de fiets, of niet? Ja, en kort. Ja, hij duurt zeker. Ik heb er goed last van, dan. Ja, die... ja? Dat zou er niet gebeuren, maar... Nee, ik zag hem alleen opstaan en klomp van de grond vergraven. Dus ik dacht dat hij alleen de klomp had laten vallen. Ja, weet ik. Alex voorop liggen, hè? Ik hoorde hem wel. Daar even voorop, hij draagt toen Alex, denk ik niet. Ligt hij plat? Dan zit hij al rijden. Maar hij ligt hij plat nu. Net zat hij nog. Waar zit er nog allemaal in, Benny en niet? Dit is gewoon iets gekomen. Ik ben van de pionnen. Alles Benny? Pionnen. Pionnen. Mag ik jou ophalen of niet? Pionnen. Mag ik jou pionnen? Volgens mij de politie af. Maar die gaat het nou doen? Ik heb het niet neergezet met zeven. Super. Ja. Zijn we hier terecht? Chauffeur, ik heb 1, 2, 3, 4, 5 pionnen, klopt dat? Ja. Ja? Oh. Kastje dicht. Ja, hij staat hier af, het is een blauwe folie. Ja. Pijn, ja. Ja, ietsjes, ja. Ah. Dat is het niet.
arm hier al, hè, niet? Ja, die ligt er wel. We willen maar even uit de auto, maar wat met vergaal, dus volgens mij al misschien wel handig. Zal ik de auto even ernaast zetten? Ja, misschien is dat nog wel het mooiste. Dus ik ben in ieder geval in de bus kijken. Wat is er? Ik heb het vervoer met de fiets naar de kazerne op spek. Ja, dat gezien, maar wat er ook met je gaat. Waarschijnlijk op de A3. Zijn knie. Laten we eerst maar even achter in de bus kijken hoe het eruit ziet. Zijn knie. Waar hij dan last van heeft, maar dan. Dat is een collega van de brandweer, ja. En hij heeft ook last van zijn elleboog, maar die beweegt hij ook wel. Dus ik verwacht niet meteen daar. Maar ik denk eerder bandletsel. Als de politie klaar is met die man, zit daar maar even bij naast. Ja, dat is goed. Ze mogen er wel uit. Ja, weet ik iets van. Een collega die is inderdaad gevallen, is achter in de tankauto gaan zitten. Is zich laten vervangen door een andere collega tijdens het incident. Wordt nu even onderzocht door de ambulancepersoneel. Hij gaat inderdaad waarschijnlijk mee naar de spoedeisende hulp. Hey Harmen, wat hebben we verkeerd aan? We zetten hem nog niet erbij. Ja? Maar dan moeten we even een paar man zo ernaast. Ja, deze kant eruit halen, denk ik. Ja, als hij onwel wordt, dan wordt hij vast. Dan wordt hij onwel. Ja, hey, jullie een kapteintje, hè? Ze heet niet allemaal, Hebing. Nee, maar... Ja, nee. Hè? Dan kun je niet zien dat hij gebroken is. Nee, hij is nog niet onder de boek. Okay. We houden al nu bezig om dat uit te krijgen. Moet je heel leuk omarmen? Lekker thee. Dan moeten we eerst even uit. Maar de jongens, als die de aandoek in de armen. Ja. Ja, dat komt de pijnstilling, de transfer in de auto. Ja. Lukt het armen? Dan pak ik jullie. Ja, die gaan eerst naar je terug. Laat je die armen. Dat staat dat ding daar. Dat kan nu naar. Ik heb al aanmoeien vandaag. Lukt het armen? Dan pak ik jullie. Ik zet eerst naar je terug voor je. Laat je die armen. Dat staat dat ding daar. Dat kan nu naar. Ik heb al aanmoeien vandaag. Ja, zeg maar wat je wil dat ik doe. Weet je wat handig is voordat je gaat staan en doen? Deze heeft niks aan, die moet je laten hangen. En dat doet zeer, maar dat is niet anders. Als je hier goed op staat en dan hink je naar achteren en dan zorgen wij dat je niet valt. Goed? Ik pak je onder je elleboog, Harman. We helpen hem dan ook mee tillen. Ja, zelf aangeven wat hij prettig vindt. Voelt naar beneden, Harman? Anders laat je me even hangen. Als je gaat, dan zeg je het, we houden je vast, jongen. Ja, kom maar. Ik ben niet goed doen. Ja. Kom maar. 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 Dan kom je wel achter. Ster van de show. En dan wordt. En dan wordt niet geblurred. We gaan even hopen, Levin. Hey kerel, hou je aak, jongen. Even meekijken, vind je dat fijn? Of wil je liever dat wij kijken? Als ik kijk bij mijn twee, joh. Vind ik mee? Kijk bij mijn twee. Deur dicht dan. Dus. Oh, hij ging fietsen op zijn bakjes. Ja, ik heb niet gezien. Ik fiets erachter. Ja. Hij vloog de bocht uit. Dus plat, hij ging. Hij is schat dan of gewoon. Ja, een beetje nattigheid, blad. Er ligt een beetje blad daar in die bocht. En dan, Ja, Sony kwestie is de kampioen. Ik zal thuis van hetzelfde op de hoogte stellen. Uiteraard zal ik ook Peter op de hoogte stellen. Persoon is Harmen. Aard van de blessure, iets met zijn knie, is gebeurd vanaf de melding tot de kazerne, zoals ik het begreep. Dus in het aanrijden naar de kazerne is het gebeurd. Terwijl ik begreep, tijdens het fietsen van huis naar de kazerne is hij gevallen. Ja. Toen heeft hij zich in het begin heel groot gehouden, want in het begin is hij ook gewoon ingezet.
Op een gegeven moment zei hij, ik ga even zitten. Toen kwam Wouter naar me toe van, hij zit nu echt in de TS. Oké, even schakelen, nemen we een andere zijn rol over. Toen vroeg ik nog van, oké, niet te veel aandacht aan besteden. Ik denk, die is gewoon gevallen en ik had geen zin in het hele verhaal eromheen. Dus Albert Jan boodschap wil ze ook even kijken. Ik zei, ja, graag, doe maar. Blijkbaar een serieus blessure. Wat we nu doen, iedereen op de hoogte stellen. Diagnose stellen in de ambu en dan weten we meer. Nou, het beste ervan open. Dan, ja, dat uiteraard. Ja. Kan er niet meer van maken. Er is eigenlijk een gebeuren. Hij was voorop. Die jongen die in de aflichting dus slimmer, ik zat erachter. Oh, zag je dat gebeuren of niet? Maar hij ging echt vol onderuit. Ja, ja. Serieus ding. Alex. Ga je mee? Ja. Heb je mee? Ja, ik ga mee. Wat gaat hij doen? Gaat hij mee? Ja. Zijn we druk volgende week al? Maal doen. Oké, okay, pijnstillers. Ja, alleen even blazen zo. Dit is je neef, hoor, een bekertje. Oké, dat ben ik. Maar ze gaan even een foto maken. Maar... Ja. Ik ga nog harder met vleugel. Nee, Alex gaat volgens mij even doen. Ja. Ja, dat hoeft niet. Het gaat nu ook alweer. Nee, mijn knie is rood. Heb je die gekregen? Wat staat erop? Hij is een kanje. Een kanje. Je bent een kanje. Nou, zie je? Je bent echt wat even. Wat staat erop? Moet je kijken? Wat staat er op de andere kant, Harmen? Je bent een kanje. Och. Ah. Nou, ik vind echt. Nou, rot nu maar op. Ja. Ben je gauw jaar, vriend? Ja. Bettelien mag ook bellen als ze toch wil komen. En als jullie verhaal moeten worden, mag ik ook bellen. Ik wou ze wel bellen, gewoon een van de jongens van de brandweer. Die komt als ze weer halen. Straks, die komt gewoon halen. Nou, dat zou mooi zijn. Ja? Hey, ja, de man het goede. Bedankt, hè. Hey, yo. Wilf? Het doet verrot te zin, echt waar. En nu heb ik mijn licht gehaald misschien. Ja, nu voel je niet zo veel. Het is echt niet normaal. Tom, ga je mee? Ja. Ligt eraf? Ja, ligt eraf, aan nu. Ik blijf ook maar eens staan. Ja, mij ook. Yo, door. Mag ik nog mee? Ja, alsjeblieft. Armen zit er al. Oh, hè? Oh, dit is de plek van Harmen. Ja, daar is het. Dit is echt de plek van Harmen, maar daar mag jij nu ook zitten. Oh, die, ja. Ah, ik ga er niet tussendoor. Nee, ik wil graag een doekje. Ja. Ik mijn filmen vanaf de andere kant. Kijk, wat zat er ook wat in plak? Nee, doe me niet. Ja, dus, ik kom zitten aan die kant. Waar is de rest dan? Wie mag nu mee hier? Oh, ja, Alex is ook weg natuurlijk. Alex met hem mee. Oh ja, ja. We missen natuurlijk twee. Alex is ook weg. Oh, is dat niet van dan niet? Dan gaan we dit hebben we dus nog nooit eerder meegemaakt? Nee. Hebben jullie teamcollegiale ondersteuning nodig? Nee, ik weet niet, maar ik weet niet. Leuk Hebben jullie een team hebben jullie nodig? Jij hebt gezien, toch? Ik heb zien vallen, dus. Nee, ik zei zo, hoor. Maakt mij niet uit. Ja. Nee, serieus. Nee. Het is voor jou natuurlijk heel positief. Jij loopt hier nog stage. Is jouw buurman, hè? Ja. Nee, maar wij gaan het redden, Han. Ik ook, denk. Nou, bedankt dat je het zo was. Hier dan. Vader, zo meteen nog met z'n allen over. Ja, dat lijkt me goed. Han, ga even recht. Ja, Bas, Harmen is mee met de ambu naar de eerste hulp.
weg terug naar de post. We'll be making history, are you with me, won't you stay? We have come so far, this is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus, lift your voice for those before us. We can rely on one another, feel the pride, let's show our colors. Let's show our colors.